Hoe is het om de hele dag knetterstoned te zijn? Ja, dat is heerlijk gewoon. Ja, toch? Ik weet niet anders. Maar waarom ben jij in godsnaam zoveel gaan blowen, Ed? Ja, omdat ik het lekker vind. En ja, beter dan drank. Ja, ik neem ook nog wel eens een drankje, maar weet je, blowen is beter gewoon. Wat gebeurt er met jou als je een dag niet zou blowen? Dan heb ik geen leven. Ben je dan niet te houden voor je omgeving? Nee. Dan leg ik helemaal te staart. Dan ben ik vervelend. Je bent een fanatieke gebruiker van wietolie. Veel ernstig zieke mensen, zoals kankerpatiënten, gebruiken wietolie omdat ze geloven in de geneeskrachtige werking. Nou regel jij gratis wietolie voor mensen die dat niet kunnen betalen. Waarom doe je dat allemaal, Ed? De schoorsteen moet er ook roken bij jou? Ja, ik weet het. Maar vroeger stond ik altijd met Haagse Johnny te demonstreren. Nou, dan zouden er 10.000 man komen. Maar ja, je zag niemand. Dus ik wou het echt letterlijk bewijzen dat mensen er baat bij hebben. Nou ja, en dat heb ik nu wel gezien. Maar waarom geef je dat gratis weg aan de mensen die het niet kunnen betalen en die ziek zijn? Ja, ik ga niet aan zieke mensen verdienen. Dat doe ik gewoon niet. En ik wil laten zien dat het helpt en dat de regering wakker wordt. Je hebt niet alleen een groen gehoord, maar ook een goed groen gehoord. Ja, op zeker. Hey, de oplettende tv-kijker kent jou van figurantenrollen in Penosa, GTST en Flikker Rotterdam. Je bent een fanatieke blower. Heb jij de Job Goschalk van Kemna Kassing ook eerst op een blowjob moeten trakteren om voor die rol in aanmerking te komen? Nee, dat niet. Nee, absoluut niet. Je bent wel van het blowen, maar niet van de blowjobs? Nee, daar ben ik niet van. Ik word liever gebloot. Nou is een vriend van jou 3 maanden in de gevangenis beland nadat hij met jou meeging naar de opnames van Penosa. Ja. Hoe zit het met dat verhaal? Nou, we gingen in een bos. Dat is voor een nieuwe serie. Die heet Phoenix. Gaat over Brabantse criminaliteit. En ja, we moesten in een bos. En we hadden allemaal wapens. Dus hij zette dat op Facebook. En daaronder FC Den Haag. Ja, toen gingen ze bij hem thuis kijken. Ja, en toen zat er toevallig een tussen bankstel. Ja, en toen was het gewoon de lul. Is dat gewoon een echt kanon tussen zijn bankstel? Ja, die had iemand erin gedaald. Maar die gozer heeft onwijs zijn bank. Dus ja, die wist dat ook niet. Ja, en toen was hij de lul, hè? Dus de politie kwam eigenlijk op het spoor doordat hij met neppistolen op de foto ging. Omdat hij met jou meeging naar een opname, zeg maar. Ja. En toen vonden ze thuis een echt kanon in zijn bank. Ja. Maar bij die opnames zijn er wel echte geweren. Alleen, er loopt een heel team bij. Maar ja, hij zette die foto's zonder camera of acteurs. Ja, en toen was het gewoon het haasje. Even 3 maanden vakantie? Hij had even 3 maanden vakantie, ja. Je bent een ambassadeur van de Haagse mat. Hoe heilig is die mat voor jou? Ja, die is wel heilig. Die heb ik er 1 keer afgehaald en dat doen we niet meer. Wat voelde je dan toen die eraf ging? Ja, leegte gewoon. Een soort afscheid. Een soort afscheid. En ik kan geen afscheid van hem nemen, dus. Ja, die laten we lekker hangen gewoon. Ed, je geeft mensen ook wietolie, hebben we net besproken. Maar gaat het ook wel eens mis met het gebruik daarvan? Mis in de communicatie. Maar er kwam eens een keer een man, die kwam hier binnen. Hij zegt, voor mijn hond, ken dat. Ik zeg, ja, tuurlijk. Hij zei, ja, dan wil ik het wel zelf proberen. Ik zei, ja, maar een heel klein druppeltje. Ik vraag altijd, heb je wel eens gebloot? Hij zei, nee, nog nooit. En ik ga later kijken op mijn telefoon. Plup, heb jij hem dat gegeven? Hij ligt nu in het ziekenhuis. Dus ik denk, weet je, met olie. Ik denk, ik ga maar terugbellen. Dat is zijn broer of zijn moeder, weet ik veel. Dus ik bel dat nummer, krijg ik, wat heb jij nou gedaan? Wat had die lijp nou gedaan? Die was knetterstoned. Die had heel dat spuitje meegenomen. Nou, dat kan ik nog ineens hebben, snap je? Dus die is gaan trippen. Dat was niet normaal. Die had heel zijn bek volgespoten met wietolie. Die had heel die spuit in 1 keer. Dus gelukkig had hij het zelf en niet aan zijn hond gegeven. Weet je? Dus, maar die had nog nooit gebloot. Ja, die is gaan spacen. Die had er 4 dagen later nog last van. Ik begrijp dat hij nou nog zit te space. Ja, volgens mij ook. Hij is er niet meer uitgekomen. Je bent een BHB'er, oftewel een bekende Haagse blower. Weile Haagse Johnny was de meest bekende Haagse blower. Wat betekent Haagse Johnny voor jou? Ja, dat was natuurlijk altijd lachen, gieren, brullen. Dat was een super man. En ja, die had eigenlijk heb ik daarvan met die olie weggeven. Weet je, een goed hart. En die stond voor iedereen klaar. Wat maakte hem zo super?
Ja, zijn laatste halve boterham deelde hij nog met de straat, zeg maar. Haagse Johnny is nu 3 jaar dood. Wat gaat er door je heen als je aan hem denkt? Ja, nog steeds verdriet natuurlijk. En elke dag denk ik nog wel aan hem. Hoe vaak laat je nog een traantje van Johnny? Ja, best wel vaak. Vooral van binnen. Ik laat het niet altijd zien, maar ik denk bij elk moment, godverdomme, had hij dit nou ook nog maar meegemaakt, zeg maar. Wat is het mooiste dat je samen met Johnny hebt meegemaakt? Ja, dat was toch wel een demonstratie bij het Binnenhof. Stonden we elke dag, een week lang, en dan kwam die Rutte voorbij, oplichten. Dat wij van Defensie, weet je, die hoer van Defensie. Nou, dat was gewoon lachen. Aangezien Johnny nam nooit een blad voor de mond. Nee, zeker niet. Maar op een redelijk nette manier altijd. Hey, nou is het zo dat hij natuurlijk vrij vroeg overleden is. Ben jij zelf nou ook niet bang dat je jezelf doodbloot? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik heb het natuurlijk aan mijn hart gehad. Maar ja, daarom ben ik gestopt met de tabak. Ja, want los van de tabak, het schijnt dat je ook wel eens wat andere middelen tot je nam, hè? Ja, maar dat schoot niet op. Dat doen we allemaal niet meer. Dus na de hartproblemen ben je eigenlijk gewoon een beetje als een monnik gaan leven? Nou, dat valt ook wel. Ik neem nog wel een drankje en mijn wiet en dat was het. Hey, je bent een ADO Den Haag supporter. Hoe fanatiek ben je? Nou, de laatste tijd weer wel. Maar in het Zuiderpark was ik er altijd. Dat was de mooiste tijd. Ja, vroeger in het Zuiderpark kwam natuurlijk menig links en rechts buiten, kwam knetterstoont het veld af door de wietlucht op Midden-Noord. Hoe erg mis jij dat Zuiderpark? Ja, dat mis ik nog elke dag. Dat is ongelooflijk. Ik vind het echt onwijs jammer. Ook de sfeer in die we staan. Het is wel leuk, maar ja, zoals vroeger, dat ken ik nooit. Dat de eerste per wijk je binnenkwam. De schilderswerk en dan die met ballonnen en kip. Ja, geweldig. Het was elke wedstrijd aan te nieuw. Met vuurwerk. Ja, top. Wat was het gekste wat jij hebt meegemaakt? Of het mooiste? Ja, dat is natuurlijk wel met 020, hè. Van met die rellen. Ja, dat was top. Nou ja, top. Ja, dan blijf je aan denken met Johan Cruijff. Ja, ik zie dat. Je hebt het over rellen met 020 en je begint helemaal te stralen. Ja, dat vind ik altijd leuk. Het mooiste heb ik ook nog meegemaakt. Toen gingen we bij Ajax uit. Maar ja, iemand had valse kaarten gedrukt. Dus degene met de stadionverbod. Weet je, er waren van die wisselkaarten bij Holland Spoor. Nou, dat was gigantisch. Hadden we ook allemaal die kapjes op. En dan zeiden die water, waarvoor hebben jullie die kapjes op? Ja, Hans Kraai loopt hier voor de vogelpest. En dan weer, zo weer het stadion in. Ja, dat was wereld. Wat ik al zei, als je over relletjes praat, begin je een beetje te glunderen. Wat vind je zo leuk aan de relletjes? Nou ja, net zoals vroeger, dat was natuurlijk iemand ging liggen en dan, dan hiel je ermee op, die doodschoppen. Ja, dat was gewoon, net zoals kerstbomenjacht. Ja, dat kent ook niemand meer. Ja, dat was gewoon top. Terwijl we zitten te praten, zie ik jouw hand met de naam van je vrouw erop en een bezemstel eronder. Is het zo'n heks, die Sonja? Ja, dat is de Haagse heks, hè. Ik kom elke keer, heb ik een sprookje. Als ik bij de thuis kom, dan ja, zit er een heks op de bank. En als je dan staat, dan krijg je dan ook billenkoek met die bezem? Dan mag ik even vliegen. Hey, ik begreep net dat je wat hartproblemen gehad hebt, hè? In hoeverre hebben die hartproblemen jouw leven veranderd? Nou ja, ik rook niet meer en ik ben wat rustiger aan gaan doen, wat ik net al zei, met sommige dingen. Kijk je ook anders naar het leven? Ja, ik maak alleen maar plezier nu. Dus ik doe dingen die ik leuk vind. En die hartproblemen, was dat je nog een bijna doodervaring of zo? Want je bent een beetje spiritueel ook natuurlijk. Nee, niet. Ik kreeg die aanval en ik werd gedotterd, zo heet dat. En ik zag alleen maar dat ding van de sigaretten, van hartklachten. Toen denk ik, nou, daar kap ik mee. En ik ben gaan sporten. Ja, het is niet aan die buik te zien. Want, beetje dammen en schaken. Ja, denksport. Vroeger had ik natuurlijk, zag ik ook aan de lijn, maar dan kwam ik alleen maar gram aan. Dus dat schiet niet op. Wat doe je dan? Dartelven? Nee. Gewoon echt fietsen en voor de conditie. Heb je angst voor de dood gekregen? Nee, dat niet. Ik ben meer gaan leven. Zo van, het leven kan kort zijn. Jij verkoopt ook verdampers. Waarom raad je iedereen aan om aan de EN Joint verdamper te gaan? Nou, het is natuurlijk beter dan met tabak of met vloer of blunt.
En diegene die ik heb, die is gewoon helemaal super. Het gaat ook op gas. Je wiet verbrandt. En je kan, als je in een kroeg bent, je loopt naar buiten, je doet even... En het is klaar. Geen tabak, geen teer, dus je bent lekker stoned. Hey, maar jij zegt diegene die jij hebt, hè? Maar zijn die dan ook beschikbaar voor anderen? Met andere woorden, kunnen mensen bij jou die dingen kopen? Ja, tuurlijk, kan altijd. Of bij Edge's Vlog, of bij ejoint.com. Of je geeft een berichtje op Facebook, Edson Penning, en dan een privéberichtje en dan kan je ze afkomen halen. Even koekelen op Edson Penning en je wordt overladen met wietartikelen. Ja, overladen. Je kan er genoeg kopen. Ja, toch? Of als je vragen hebt, geen probleem. Goed, na het overlijden van Haagse Johnny ben jij natuurlijk toch een beetje de kroonprins van Blauw en Den Haag. Ja, toch? Dus maar het is echt een onwijze aanrader. Ik kan me voorstellen dat de geïnteresseerde mensen, die zitten nu te popelen thuis en te wachten op dat jij een demonstratie gaat geven met dat ding. Kruimelen eerst wiet. Nou, dat kan iedereen wel. Hup. En malen maar. Dit kleine tonnetje. Daar doen we de wiet in. Dan gaat hij hierin. Kijk, het werkt dus op gas. Gaat gewoon op een vlammetje. En nu gaan we lekker roken.